Yo mensen van Dutch Gaming en leuk dat jullie weer kijken naar Titanfall! Woo! Nu dat is fijn, man. Die heb ik de vorige keer ook al twee keer opgenomen. Man. Hoe is het mensen met jullie? Met mij gaat alles goed. Leuk. Of wat soort vragen? We gaan meteen met de deur vallen met de deur in huis. Het is weer maandag geweest, ja. Hoe vinden jullie de serie op SBS6 Resurrection? Ik vind hem zelf best wel klein. Shit. Het gaat over een kleine jongen die 23 jaar dood is geweest en in één keer terugkomt. Ah, godverdomme. Komt terug uit de dood 23 jaar later en beland in China. Dit zal ik ook wel in de vrijdagvideo hebben verteld, maar boeien. Ik val wel eens in herhaling. Helaas. Dus het kan zo zijn dat ik het vrijdag weer zeg. Fuck ja, yeah, bitch. Fuck yeah, look at me, bitch. And I kill you. Level up. Ja, we hebben op Jacob terug. De serie van The Resurrection, ja. Jacob komt dus terug naar 32 jaar in China. En ja, weet eigenlijk niks meer. Wordt unconscious. En komt terug. Gaat wordt terug naar zijn ouders gebracht en in één keer... ja, weet ik veel. Gebeurde lijpe shit, hij is dood, oorspronkelijk. Maar hoe komt hij terug? Hoe kan dat? Hoe kan dat? Ja, dat moet ik ook zeggen, maar dat weet ik ook niet. Dat was mijn kill. Niet cool. Fuck ja. Fuck ja. En ik kom dus terug uit de dood. Maar dus hij is niet alleen. Er zijn meerdere mensen. Ah, shotguns. SBS6. Elke maandag, zover ik weet, 9:30. Yep. Kom hier, bitch. Kom eens hier met die core. You, I am not afraid of you. Shield cores offline and recharging. No. Hopelijk heb ik hem. Nope. Ja, ik was aan het vertellen. Ik was iets aan het vertellen. Dan val ik elke keer weer weg in het spel en dat is goed. Maar ik word dus teruggevonden door een paar mensen in China en ja. Land weer terug in Arcadia door een mannetje. Ik moet niet te veel vertellen, maar dit is eigenlijk het eerste aflevering van redelijk van het spel. Fuck jou, bitch. Ik ben altijd aan het vertellen aan mensen. Het is opgerot. Verdomme. Je kan niet eens meer tegenwoordig rustig praten over een serie. Oh. Zit daar nog wat? Nee. Klinkt wel.
Not you? You can't hurt me, I'm in a dome. Nope. Niemand in huis. Kom hier. Hopelijk heb ik sowieso wel mensen in mee. Hoe vet lijkt het jou om terug te komen uit de dood en eigenlijk gewoon... Ja, je komt in een andere wereld, tijd terecht van 23 jaar later. Dat lijkt me best zo amazing om dat te hebben. Mij ben ik niet veel dan. Nee, ik leef hier. I'm alive. He will survive. In his life. The IMC are trying to escape by drop him. I've marked their evac point for you. Take them out before they get away. The enemy drop him to the right. Destroy it before they get away. Maar het lijkt me gewoon vet om gewoon terug te komen met de dood en gewoon ja, doorgaan met je leven. Maar terwijl je hebt dan voor iets ziekte of zo. En het is in één keer weg. En ja. Ik ben eigenlijk heel van de kwijt, maar oké. Komt alleen maar door dit kutspel wat ik aan het spelen ben. Dacht ook Windows. Je hebt alles een beetje vergeten waar ik ben gebleven. Maar. Elke maandag tegenwoordig op SBS6, 8:30 als het me goed was. Moet je even kijken, check it out. Check het anders uit op Popcorn Time. Popcorn Time, ja. Mensen, daar kan je het helemaal gratis op kijken. Met Nederlands ondertiteling alle series van seizoen 1 tot en met 2 die momenteel uit zijn. Ik denk dat er nu momenteel 3 afleveringen van seizoen 2 al uit zijn. Dus kijk het daar ook even op Popcorn Time nogmaals. Abonneer jezelf ook even op Dutch Gaming, van als jullie meer tijd ervan willen, nou ja, gewoon abonneer jezelf op Dutch Gaming, laat een likeje achter, volg ons ook op Twitter en op Twitch sowieso. En we zien je graag de volgende keer terug. Stay Dutch, people!